naam alweer mist. Namunji. Hoi! Zie je de schaap? Geit? Kijk, ons hotel. Het is gewoon een eng gezicht in het hotel. Gaan we onze eerste wandeling doen? Een beetje de app downloaden. Signaal, hij is er bijna. Dan kunnen we eens wandelen zonder internet, want je hebt hier geen internet. Nee, klopt. Zelfs niet in het hotel. Kijk, hij is gestart. Huidige snelheid 0,3. We moeten daarheen. Nou, top. Let's go. We hebben dus 12,5 kilometer moeten we nog doen. We hebben 0,17 afgelegd. Hoe lang we bezig zijn. Waar we zijn in het begin. We zijn tot niet alleen maar omlaag gegaan. Ja. Het wordt dus een flinke wandeling. We gaan naar een mooi meertje. Gaan jullie nog wel zien. En ja, we gaan gewoon wandelen. Die kuiten kapot maken. Omdat we zo hoog gaan. En mooi genieten van de natuur. En er lopen hier ook heel veel beesten los. Je ziet daar ook een paard. Ik weet niet of je die kan zoomen. Wacht, waar? Daar, achter dat net. Oh. Een beetje kut, misschien past op je naar links. Ik weet niet of je zo ver kan zoomen. Ja, daarachter. Alle dieren lopen hier dus gewoon los. Maar goed, als we even een rondje draaien, zie je hoe mooi de natuur is. Draai maar een rondje. Echt, echt mooi. Ik voel me ook echt vrij hier. En we hebben top hike schoenen aan, van handschoenen. Van de hardloopschoenen. Iedereen zie je met mooie hike patta's en coole broeken. En wij zijn gewoon in als joggingskleding. Prima toch? Zullen we gaan? Ja, let's we go! We nemen jullie mee, let's go! Ik vervang Freek op dit moment. Freek Vonk, kennen jullie allemaal wel. We zijn in het wild, hier heb je allemaal wilde dieren. Kom maar mee. Je ziet ze al gelijk. Wilde paarden, waar zie je dat nou? Wilde paarden. Oh, een veulentje, wat schattig! Ik weet niet of ze wild zijn, maar ik vind het eigenlijk ook wel eng. Oh. Nou, daar gaat hij hoor, Freek Vonk, naar de paardjes toe. Stijl, maar ook vooral steenachtig geworden. Zoals hier. Dat je denkt van wat de fuck. En met onze schoenen kan het redelijk glad zijn. Very creepy dus, maar yeah. Kijk het al. Het is een beetje mistig geworden. Het is inderdaad mistig geworden. We gaan verder als Smeagol. Ja, gaat lekker. Het is best wel eng dit, weet je dat? Maar het is wel echt, ja, we hebben echt top uitzicht hier. Je kan de punt van de berg zien. Kijk maar, die is, nou ja, daar ergens. Dit vind ik wel weer, dit heeft dan wel weer wat. Wat ben je nou aan het doen?
bijna op het hoogste punt, op de eindlocatie. Jammer dat de zon niet schijnt, dat het mistig is. Maar dat betreft onze pret niet. Nee, nee. Kijk, onze eindlocatie. Nee, grapje, grapje, grapje. Dat is eens vieze poef. Wauw. Wauw. Oh, kijk, maar daar zie je wel het water. Dit bedurf wel de pret. Ja, dat is wel echt jammer. En Shannon, wat vind je van het prachtige meer waar we nu aan zitten? Ja, geweldig. Je hebt echt heel mooi uitzicht. Echt mooi blauw. Ja. Super groot meer ook. Ja, eigenlijk wil ik hier zwemmen. Let op hoe wij naar beneden gaan, ja? Skis aan. Dit hebben we afgelegd. Dus 3 uur en 21 minuten echt bewegingstijd. Ja. 12,6 kilometer. Hebben we afgelegd in totaal. En gemiddelde snelheid van de 3,8. Jeetje. Ons hotel. Oké, jongens, Shannon en ik zijn vastgelopen op de berg. Dit is misschien eens mijn laatste bericht. We dachten we gaan naar boven, er is een pad, maar... Nee, maar we kunnen dit stort deze allemaal in als we hier omhoog gaan. Oh, even goed kijken, dit stort dus allemaal in als we omhoog gaan. Fuck, en we zijn dus hier. Ja, we willen naar het pad, maar... En het is gewoon creepy. We staan te shaken op onze benen. Je zag net in die fragmentje al dat we totaal niet verder kwamen. Maar we hebben niet opgegeven en het was zo teringeng. En adrenaline kick. We zijn allebei super blij. Maar kijk wat we hebben beklommen. Wow. Even kijken hoeveel we daar komen. Oké. We gaan nog een groot stukje lopen. Maar we moeten opschieten. Want daar komen de wolken. What the fuck is dit voor dier? Zo bizar dit. We lopen hier dus, de zon scheen gewoon net. En nu daarachter komen die wolken echt super snel op ons af. En daar heb je de mist. Good morning, deze morning world. Wat ben je mooi, deze morning world. Kijk die panoramafoto achter mij, niet normaal. Zie je mooi, wauw. Maar het is echt. Wauw. Wauw. Ik ga dit missen. Ga je ook eens missen dit? Ik weet het. Maar waarom ga je dan eens missen? Gaan we misschien eens weg nu? Ja, we gaan door naar het derde huisje. Echt? Ja. Is 4 uurtjes rijden en eigenlijk willen we nog eventjes wat wandelen hier in de omgeving. Ja, want dit is een skigebied, hè? Kan je wel zien aan al die lipjes. Allemaal lipjes, overal. Allemaal pistes, hier, skilift, skilift, overal. Dus ben je heel hoog en dan is mooi rotsachtig. Niet zo bosachtig, maar rotsachtig. En die zijn we maar natuurlijk eens een paar dagen geweest. Dus ja, en nu? En nu ja, door naar de volgende. En daar hebben we ook een zwembad. Dus daar hebben we een zwembad! Yay. Ja. Oké, ik ga doen alsof ik onder watermonster ben. Ja? Wat? Kom, ik ga van onder de water. Oké. Okay.
voor de dag. Hoeveelste dag is het? 3. Derde dag wandelen. Brian een beetje boos. Want we wilden heel graag naar een punt wandelen. Maar het kon niet, want het werd afgesloten om 7 uur. En we waren een beetje traag vanmorgen. Dus ja, dat werd hem niet. Maar we gaan het morgen gewoon proberen. Morgen regent het en gaat het omweren. Maar ja, wie weet. Vanaf het meer kan je wandelen, maar dan kun je niet komen met de auto. Dus we moesten hier parkeren en nu de bus nemen naar het meer. Echt spannend. Ik dacht 1 uur. Het is niet nog maar 1 uur. Oké, we zijn we moeten nog 1,6 kilometer tot de top. Even de microfoon dichter bij je hand. Vanaf het begin was het 7 kilometer. Dus dat betekent dat we even snelle rekenen zo'n 5,4 kilometer hebben gelopen. Deze laatste 1,6 wordt pittig, wordt moeilijk, wordt stijl. Nu begint het zout te worden. Maar moet je dat pad ook zien? Als ik hier naar kijk, dan denk ik nee, dat ga ik niet doen. 7 kleuren in mijn broek. Zal u mijn poep tonen? En zo naar Robin. Ja, nou, dit is het pad. Zien het pad? Echt gevaarlijk, denk ik. Moet je een stukje filmen hoe ik over het pad ga? Want hier ziet het nog wel te doen uit, maar daarboven, op dat stuk, dat lijkt niet eens meer op een pad. Ik denk dat we helemaal daar naartoe gaan, daarboven. Ja, alleen die berg zit. Tenminste, blauwe lucht nu. Zullen we maar gaan? Ja.